Is dat lang geleden? Ja, u zou misschien denken, wat loop ik raar. Maar dat komt zo. Ik had gisteravond had ik mijn schoen gezet. Kom vanochtend beneden. Heb die hufter hem meegenomen? Schoen meer. Hey, dat is nog niet het ergste. Ik denk, wat ruik ik toch? Heb dat paard van hem de hele kamer volgescheten. Hier en niet in een of andere hoek, nee. Overal! Dank u, Sinterklaasje. Maar goed, nou kan dat beest natuurlijk ook niks meer doen. Die krijgt de hele nacht niks anders te vreten dan hooi en wortels. Daar zou ik ook kotsmisselijk van worden. Is dat zo? Maar, het is wel weer de gezellige tijd dat alle etalages weer mooi versierd zijn overal. En de feestverlichting overal. En in de haven van Amsterdam, daar ligt hij, hoor. De stoomboot van Sinterklaas. Trouwens, wel sneu gelezen in de krant. Boot lag er nog een uur, gekraakt. Amsterdam, hè? Dat is Amsterdam. Ik woon al een paar jaar in Amsterdam. Daarvoor woonde ik in een heel klein dorpje, hè? En dan ging het allemaal heel anders in Amsterdam. Daar ging het zo gemoedelijk. Ik woonde er net en toen werd er door de politie, kun je nagaan, werd een illegale jeneverstokerij ontruimd. Heel rustig. Gewoon slokje voor slokje. Er gebeurde niks. Er was een keer zelfs zo, er was een aanrijding geweest in het dorp, hè? Een aanrijding. Daar hebben ze nog maanden over gesproken. Nou was het ook een hele rare aanrijding, tenminste raar, bijzonder. Het was namelijk een aanrijding tussen een Rolls Royce en een Lada. Een Rolls Royce en een Lada. Lada. Spreek het op zijn Frans uit, dan is het nog wat, weet je wel. Lada, dat is een auto met het laagste benzineverbruik, omdat je het altijd moet. Maar goed, dus die Rolls Royce en die Lada, die klappen bovenop elkaar. Die Rolls Royce en die Lada. Dus die bestuurder van die Rolls Royce die stapt uit, die zegt. Dat kost me een hoop geld. Dan moet ik minstens een dag verwerken. Nou, zegt die man van die Lada. Eén dag, die schade van mij, dan moet ik me een hele jaar voor krom liggen. Nou, dat is die man van die Rolls eigen schuld. Had je maar niet zo'n dure auto moeten kopen. Maar die kleine dorpjes, dat zijn toch meestal de hele hechte gemeenschappen waar je, ja, daar voel je je als buitenstaander toch, daar kom je niet makkelijk binnen. Als buiten in die kleine, dan moet je toch altijd maar afwachten of je wordt geaccepteerd. Maar Kobi had daar dus gelijk. Ja, jongens, ik heb er echt geen zin in. Oh ja, ja, als het nou net zo'n succes wordt als verleden jaar, hè? Nou, dan hebben wij niet te klagen. Nee. Het is alleen te hopen dat weer een beetje mee zit. Ja, ja, want je moet er toch niet aan denken dat wij daar in die regen staan? Nee, een zonnetje zou bijzonder welkom zijn. Droog blijven, dat is voor mij wel het belangrijkste. Zo, ja. Zo is het. Goedenavond. Hey! Hallo André! Hallo, alles goed? Leuk dat je er bent! Ja, gek! Ja. Nou, mensen, mag ik even de aandacht? Ik hoef hem natuurlijk nauwelijks voor te stellen. Jullie kennen hem allemaal. Onze nieuwe dorpsgenoot, André van Duin! Goedenavond! Hey! Hallo André! Hallo, alles goed? Leuk dat je er bent! Ja, gek! Ja. Nou, mensen, mag ik even de aandacht? Ik hoef hem natuurlijk nauwelijks voor te stellen. Jullie kennen hem allemaal. Onze nieuwe dorpsgenoot, André van Duin! Ja, hallo! Ja. Kijk,
Geef me die jas maar even. Ja. Hij is hier net komen wonen en op zijn verzoek... hij wil gewoon met de gemeenschap meedraaien, net als ieder ander. Oh, zeker. Dus geen voorkeurpositie Nee, zeker niet. Dat wil ik zeggen dat ik nou toevallig op televisie kom af en toe. Dat wil niks zeggen. Hè. Ik ben gewoon zoals u. Ik hoor er gewoon bij. Gewoon dat ik gewoon een van ons allemaal ben. Zou ik willen zeggen, 1-3 werf hoera voor André van Baren. Nou, ik verdien het dik, daar gaat het niet om, maar het is toch niet nodig. Niet nodig, hè, niet nodig. Ik moet ook zeggen dat ik ben wel heel erg verrast, hoor. Ja, ik ben wel erg verrast. Nou, ze hadden mij gezegd, dat zijn moeilijke mensen daar. Daar kun je moeilijk tussenkomen. Dat is als je... Ja, dan kan je dat verenigt zich niet. Wij zijn juist heel gastvrij. Ja, dat valt mij ook op, ja. Maar ze hadden mij gezegd van, nou, dat zijn mensen die zijn erg onaardig. Wij onaardig? Ja, dat is helemaal niet waar. Niet waar, mensen. Nee, natuurlijk. Ik zal jou het tegendeel bewijzen. Oh? Jij mag deze week mijn auto lenen. Hoeveel dagen? Mijn vrouw. Maar je hoort het wel, hè, André? Wij zijn hier helemaal niet onplezierig tegen nieuwelingen. Nee, helemaal niet. Nou, blij. Ja, fijn. Hartstikke blij. Mooi. Ik zag er toch tegenop. Ja, dat snap ik. Maar mooi, mensen. Even serieus. Dan gaan we nu over tot het belangrijkste onderwerp van deze avond. Ja. De jaarlijkse braderie. Ik heb zoals gebruikelijk weer een lijstje gemaakt van de taakverdeling. Maar als iemand bezwaar mocht hebben tegen zijn functie... laat hij dat dan gewoon eerlijk zeggen. Steek je hand op. En dan veranderen wij dat gewoon even, hè? Nou, om te beginnen. Paul, doe jij weer het bal gooien met de blikjes, ja? Dat is prima. Mooi zo. En Mientje het ring gooien? Oh, dat vind ik fantastisch mooi. Ja, dat deed jij vorig jaar ook al zo goed, hè? En Hans, wederom het kraampje met de tweedehands boeken, hè? Dat is een echte boekenworm. Als jou is dat wel toevertrouwd, nietwaar? Ja, dat zou ik wel heel leuk vinden, Fres, dat mocht doen. Ik ben echt heel blij mee, Fres. Ja, graag gedaan, Hans. Nou, en, Kees, zoals vorig jaar het touw trekken, hè, daar was jou toen ook al zo handig in. Ja, ik vind het best. Ja, mooi, 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 mooi. Peter? Poppenkast voor de kinderen weer. Oh, leuk, ik heb echt zin in. Ja, leuk, ook poppenkast. En Annie, zoals altijd, nou... Ja. Hotdog! Ja! De hotdogstand! Geweldig! Lekker de hotdog. Nou, en dan voor André doet de bungee jump demonstratie. En voor de publiciteit... Mensen, luister, blijf er even bij. Voor de publiciteit hebben wij weer de plaatselijke pers uitgenodigd. En het leek ons een bijzonder goed idee om dit jaar ook de televisie uit te nodigen. Sorry dat ik even onderweg... hoorde ik het nou goed? Zei u bungee jump demonstratie? Ja, zo hebben wij u op de lijst gezet. Mensen, dus even terug naar de publiciteit. Wij vinden het dus uitermate belangrijk dat dit jaar de televisie ook gaat verschijnen. Dat zou ik toch liever niet doen. En dan zou het dus goed zijn als we onze tuintjes mooi aanharken en de bomen snoeien. Ik zou het toch liever niet doen, die bungee jumpen. Lijkt mij toch wel gevaarlijk. Als u niet erg vindt dat ik het zeg. Ik zou liever wat anders doen. Ik vind bungee jumpen toch wel gevaarlijk, lijkt mij toch. Niet? Dan? Wel? Dat is toch behoorlijk, dat je zegt van nou... Zal het, hè? Toch? Lijkt mij. Ik bedoel, als u het niet erg vindt... Nee, wij vinden het helemaal niet erg. Nee, natuurlijk niet. Waarom niet, mensen? Je moet gewoon doen waar je zin in hebt en wat je leuk vindt. Bungee jump is toch... Je moet je hier gewoon thuis voelen. Nee, wij zoeken wel wat anders. Dus even kijken. Dan doe je gewoon even op het lijstje. Ja, dit. Nou, oké. Wij moeten dus zorgen dat er zoveel mogelijk publiek komt. En als jullie nou gewoon je familieleden en vrienden in het dorp en hier in de omgeving uitnodigen. Of eventueel allemaal pamfletten in de bus stopt. Zodat je weet dat er zoveel mogelijk mensen... Hallo? Nee, dat wil ik wel. Nee, dat waren dat dit. Dit. Dit wil ik. Nee, dat wil ik wil niet. Ik ga geen kop van Jut doen. Dat doe ik niet, hoor. Nee, ik doe geen kop. Dat is de kop van Jut. Nee, liever niet. Nou, goed, dan doe je dat. Nee, nou, dan goed, dan doe je dat niet. Nee. Dat maakt ook niks uit. Dan doe je wat anders. Dan zetten we je in de surprise tent. Mooi. Dus mensen, als we allemaal weer hetzelfde enthousiasme op weten te brengen als voorgaande jaren, dan ben ik er dus ook echt van overtuigd. Wat dat precies is dan, die surprise tent? Nou, het woord zegt het al, hè. Dat moet een verrassing blijven, vind je ook niet? Ja.
Jawel, natuurlijk. Ja. Maar u kan toch wel dat je even zegt van iets dat ik een beetje weet hoe ik wat ik. Dat ik ongeveer... U zou graag willen dat ik een klein tipje van de sluier op. Ja, dat zou ik wel graag ongeveer. Nou, kijk, het heeft te maken met een krokodil. Mensen, wat ik zei, even terug, waarna wat ik zei... Moet ik zeker mijn kop in die bek van die krokodil zetten. Ja, dat heeft u goed begrepen. Hmm. Maar pas dan, wanneer u zichzelf heeft weten te bevrijden uit die slangenkuil. Goed, dus even terug naar de publiciteit. Het is waar wat ze zeggen over jullie. Het is waar wat ze zeggen. Jullie zijn erg onaardig tegen nieuwelingen in het dorp. We zijn helemaal niet onaardig. Het is heel onaardig. Is, ja, jij niet was. Nou, jij zegt dat je geen voorkeursbehandeling wil hebben. Geef jou geen voorkeursbehandeling. Ga je ineens lelijk tegen ons lopen. Ja, maar volgens mij wil jij helemaal niet meedoen aan die praten. Nee, ik vind het hartstikke leuk om mee te doen aan de beraderie. Maar ik wil volgend jaar ook nog mee kunnen doen aan de beraderie. Ja. Nee, ik moet nou bungee jumpen met een krokodil. En ik moet mijn kop steken in een of andere vuil. Ik doe dat. Ik doe daar niet aan mee. Rustig. André, blijf nou even zitten. Ga nou even heel rustig zitten. Kijk, we zullen het jou, omdat het de eerste... Ook iets leuks. Stil nou even, mensen. Omdat het nou de eerste keer is, zullen we het je een beetje makkelijk maken. Ja, maar iets leuks. Weet je wat, mensen? We laten hem iets doen wat niet zoveel moeite kost. Hè? Maar waar na afloop toch de hele goede gemeente over zal blijven praten. Maar wat is dat dan? Nou, kijk, wij hebben midden in het dorp, hè, midden in de braderie, waar de braderie staat, daar hebben wij een toren gebouwd van pak een beet 20 meter hoog. En daaronder hebben wij een zwembad geconstrueerd van 5 meter diep. Ja. Jij klimt dus in die toren en dan duik je zo in dat zwembad. Makkelijk zat. Fuck you! Het is net wat ik al zei. Iedereen krijgt wat leuks te doen. Iedereen krijgt leuk touwtje trekken, bussie trappen, hotdog verkopen. Zo'n zwembad, levensgevaarlijk. Ik kan wel verdrinken. Oh nee hoor. Oh nee. Oh nee hoor. Nee. Daar hoef jij niet bang voor te zijn. Waarom niet? Er zit geen water in. Ik ga naar huis. Nee. Ik ga naar huis. Ik ben het zat. Wacht maar even. Echt waar. Ik ga er even zitten. Wees nou niet meteen kwaad. Meteen kwaad? Nee. Weet je wat? Ik weet iets leuks voor je om te doen. Nou. Dat zul je echt leuk vinden. Nou, ik ben benieuwd. Wat dacht jij ervan om vanavond... hoe heet het nou? Om de bingo. Oh, nee, daar begin ik uit. Ja. Dat lijkt me een goed idee. De bingo? De bingo. Ik verzorg de bingo. Ja, precies. Nou, dat is dan goed geregeld, mensen. André van Duin verzorgt de bingo. Dat is leuk om te doen. Maar luister even, het is natuurlijk wel zo. Omdat het voor jou de eerste keer is, lijkt het mij slim dat we eerst even oefenen. Nou, ik ken het wel. Het is heel, wij hebben hier de plaatselijke variant. Ik vind het hartstikke leuk, de bingo. Pak jij even de spullen van de bingo, Hans? Ja, natuurlijk. Wat moet ik doen? Goed, dan pak jij even een touw vast. Waar is een touw? Ja. Wat moet ik met een touw? Dat is voor de bingo. Maar waar is dan de bingo? Ja, jongens, trek het gordijn maar open. Maar ik heb toch helemaal... Ja, goed, zo maar. U zou wel denken, wat loop ik raar te springen, hè? Maar dan komt zo, ik moest van de dokter moest ik medicijnen innemen... en ik had het flesje op, staat erop, voor gebruik goed schudden. Mijn buurvrouw die zag mij zo lopen door de tuin. En die zegt, je lijkt wel een kikker, zegt ze. Ik zei, nou, dat is heel toevallig, want ik ben namelijk, sinds kort ben ik lid... van een kikkervereniging, terrarium. Dan gaan er van die rare verhalen over kikkers. Ik dacht bijvoorbeeld ook altijd dat prins Willem-Alexander... Ik dacht dat ze die niet mochten kussen vanwege het protocol. Ze zijn bang dat die verandert in een kikker. Goed, ik heb nu dus die medicijnen, die heb ik dus van die specialist heb ik gekregen voor het schudden waar ik me net, weet je wel, toen binnenkwam. En die, want ik had namelijk heel iets raars. Ik had enorm jeuk.
Ja, om, ik weet niet. Ik liep de hele dag te kratsen. Ik liep de hele dag te kratsen. Ik wist niet wat het was. Dus ik denk, ik ga naar die dokter. Kan die kijken wat het is? Iets allergisch of zo, hè? Allergisch. Ja, ik zal even kijken hoor, wanneer de dokter bij u langs kan komen. Op het ogenblik is het heel erg druk. Ja. Aspirine. En wat zijn precies de klachten? Ja, ik laat het u wel weten wanneer die komt. Goedemiddag. En waar ben je van deze? Goedemiddag. Mijn naam is Van Duin en ik heb een afspraak met de dokter. Ik zal het even nakijken. Graag. Ja, hier staat het hoor. Oh, mooi. Het is een beetje uitgelopen met de vorige patiënt. Ja. Maar als u even gaat zitten, bent u na de heren aan de beurt. Oh, na deze heer? Ja. Ik zal maar zeggen, na Linda, Roos en Jessica. Hallo, meneer De Bruin. Ik had een afspraak met dokter Van Hasselt. Ja, dat weet ik hoor. Hoe gaat het met u de laatste tijd? Oh, veel beter. Mooi. Gaat u maar zitten. Ja. Pardon. Gezondheid. Ja, dokter. Ik stuur de volgende. U kunt naar binnen gaan. Komen die drie hier wel mee, hè? Nou, de laatste tijd komen ze hier regelmatig, ja. Kan de dokter wel iets voor ze doen? Nou, hij heeft ervoor gezorgd dat ze te gast zijn in het programma van Linda de Mol. Oh, dat ken ik, van de jeukste thuis. Ja, dokter, ik stuur de volgende. De dokter kan u ontvangen. Dank u. Goedemiddag. Waar is op kantje? Ja, dokter Van Hasselt is de naam. Dokter Van Hasselt. Ja. Hoe maakt u het? Uitstekend. Vertelt u eens, wat zijn de problemen? Nou, ik heb een beetje problemen. Dat komt namelijk zo. Ik heb last van jeuk op mijn bovenarm. Oh. Jeuk. Ja, hier zullen we eens even bekijken. Ja. Kunt u even uw mouw oprollen? Natuurlijk. Ja, graag. Het heeft misschien met de uiterste houdbaarheidsdatum te maken. Ja, wie weet waar. Nou, dat ziet er behoorlijk geïrriteerd uit. Geïrriteerd? Ja, we moeten maar even een allergietestje doen, hè? Oh, ja. Ja. Nou, allergietest. Hoe gaat dat precies in zijn werk, zo'n allergietest? Nou,
ik zuig hier wat stoffen in, waar u eventueel allergisch voor zou kunnen zijn. Ja, maar... hè, en dan, dan spuit ik die in onder uw huid. En dan kijk ik hoe u daarop reageert. Ik hou daar niet zo van naalden. Ik vind niet prettig naalden in de... Dat vind ik niet lekker. Oh, het doet helemaal geen pijn. Nee, bij u niet. Maar ik ben, natuurlijk ik ben geen speldenkus. Nou, u hoeft daar helemaal niet bang voor te zijn. Ik doe dit werk al jaren. Ik vind het niet prettig. Ik vind het niet prettig. Zoals u wilt. Moet u het zelf maar weten. Ik hou niet van naalden. Is er geen andere manier om een allergietest te doen? Jawel, er is wel een andere methode, maar dat pas ik niet toe. Dan moet u bij dokter Kramer aan het eind van de gang zijn. Die heeft een alternatieve methode, als u dat liever wilt. Ja, ik weet niet precies hoe dat in zijn werk gaat, maar ik weet wel dat daar geen naalden aan te pas komen. Het gaat zonder naalden. Zonder naalden. That's my man. Mag ik u vriendelijk bedanken? Goedemiddag. Goedemiddag. Gezondheid. Nee, dat was ik. Ah, vrouw Jansen, ja, eindelijk heb ik u dan in aan die telefoon, hè? Ja, ik heb slecht nieuws en heel slecht nieuws voor u. Ja, het slechte nieuws is, u hebt nog maar 24 uur te leven. Wat dan het hele slechte nieuws is? Ach ja, ik heb gisteren de gehele dag geprobeerd u te bellen. Hallo? Hallo? Dokter Kramer, dit is meneer Van Duin, een nieuwe patiënt. Ah, haha. Goedemiddag, dank u wel. Goedenavond. Montiac? Hallo. Ja, het wordt zo, ik word gestuurd door dokter Van Hasselt hiernaast. En, want ik kom voor een allergietest, maar die wou met naalden aan de gang. Ik zei, nou, dat hou ik niet zo van. U ook niet? Nee, ik ook niet. Dus ik zeg, nou, is er geen alternatieve methode? Hij zei, nou, hiernaast zit dokter Kramer. Was die Kramer. En voorheen Kouwenhoven. En die doet het op een andere manier. Ja, geen naalden, nee, naalden, dat is zo barbaas. Ik wil toch graag weten wat het is, de allergie natuurlijk. Zeg maar, wat zijn die klachten? Nou, ik heb een enorme jeuk op mijn onderarm. Aha. Dan kratst het nogal. Ach zo? Ja. Nou, rolt u die mouw maar op en doet u die jas uit, dan zal ik even een paar testjes met u kunnen doen. Een paar testjes, ja, graag. Maar dat is natuurlijk een heel vervelend gezicht, ook voor andere mensen, als je zo... Gaat u zitten? Dan zal ik beginnen met het luisteren naar uw hartslag. Hartslag? Moet ik het u nog zeggen? Thuis oefenen? Thuis oefenen? Zij zit bij die harmonie. Ach, dat gaat toch leuk. Ja, en dan doen wij nu maar een bloedtest, ne? Bloedtest? Ja, wat voor kleur heeft bloed? Rood. Dat was de bloedtest. Ja. En dan nu die allergietest, of die allergietest, die... Schwester! Hallo, krullenbol. Die allergie en die reactie was zeer goed. Nou, dan gaan we nu beginnen met die allergietest. Ja, nemen Sie mal hier Platz. Ja, allergie, moet ik daar een mouw op? Ja, rol die mouwen mal op. Ne? Dan kunnen we maar kijken. Ne? Ja, kijken we even. Ach ja, Zie je wel, kijk, hier kratst het. Ja, kijk, irritatie kan er zoveel dingen komen. Kan van alles wezen, natuurlijk. Ja, wij beginnen maar met het kijken of het misschien voedsel is. Ne? Of ik allergisch ben voor voedsel, ja, ik dacht misschien het niet. Zijn het wel aardbeien. Nou, wat doet u? Kijken we of het aardbeien zijn. Nee, geen aardbeien, dan misschien tomaten. Maar, dokter, dat is niet zo. Ik vind dit niet zo. Oh, nee, ook geen tomaten. Vielleicht sind het eieren. Eieren, maar ik. Ik ben dat niet. Nee, dit zijn ook geen eieren. Ja, het kan het dan zijn. Ik heb geen idee. U reageert niet op voedsel, hè? Nee. Ja. Wilt u een handdoek of ligt u het zelfs gewoon? Nee, ik wil graag een handdoek. Kijk, hier. Zo, u reageert niet op aardbeien, niet op tomaten en niet op eieren. Wat kan het dan? Ah, veel mensen zijn zeer allergisch voor vis. Voor vis? Ja. Ik heb hier een heerlijke haring. Zo. Kijk, en dat is het ook niet. Ik vind het niet zo prettig. Misschien dan wel een lekkere makreel. Dat hoeft er niet allemaal. Godverdorie, dat is zo onsmakelijk. Ik vind het niet. Wat het ook kan zijn. No. Inktvis. Inktvis? Ja, inktvis. Ja. Salama. Inktvis. Ik vind dat niet prettig.
Ik word daar zo moedeloos van allemaal. Hebben we nog moedeloos? Moedeloos. Zwester! Zwester! Gaat het weer? Ja, ik heb wat het probleem. Ook kan zijn. Wat kan het is nog meer zijn? Huidstof! Nou, is dit ook niet. Dokter, ik. Wij controleren wol. Wol, ik heb helemaal geen problemen met wol. Ik heb thuis een jumpertje en dat gaat gewoon, dat kriebelt niet. Dokter, wat is dit? Nee, geen wol. Ah, veren! Veren? Veren zijn het vielleicht. Veren? Laat haar maar zien of het veren zijn. Oh, nee, geen veren. Nee. Weet u, veel mensen zijn allergisch voor. Hooi! Hooi? Hooi, kijk maar. Niet, dokter. Of het misschien. Nee, ik geloof niet. Een hooi. Dokter, dat is. Hooi. Nee. Of. Kolengruis. Kolengruis, ja. Maar ik zou niet weten maar hoe dat. Dokter. Dokter, raad eens wie er hier voor u is. Ach ja, ze komen altijd bij me terug. Dus we gaan voor de allergietest? Ja, maar dokter, ik ben bang voor naalden. Ik kan niet tegen die naalden. Oh, maar ik kan u toch ook verdoven? Maar dat gaat toch ook met injectienaalden? Hier niet. Nee. Zuster, verdoving. Verdoving. Wow! Vanavond ontvang ik een gast in mijn eigen show. Een man die zelf altijd veel gasten ontvangt in zijn shows. Elke week zit hij vastgenageld voor de buis. Jongens, rol de loper vast uit. Dit is een belangrijke gast. Rol de loper vast uit. Want dames en heren, hier is hij. Elke zaterdag slaat hij de spijker op zijn kop. Hier is niemand minder dan Jack Spijkerman! Yes, sir! Kom maar, Jack. Ah, dat gaat goed. Ja, dat gaat goed. Daar ook. Ja, nee. Hier zit nog. Hier zo, hier zo. Hier is nog een beetje. Ja, zo. Zo, het is wel goed, hè? Ja? Ja, zo is wel goed. Zo kan hij wel weer terug in de... Zo kan hij wel terug in de gang dadelijk weer, hè? Jongen, hartelijk dank. Hè? Dat is heel keurig. Nee, je ziet er goed uit, hè? Maar dat is de laatste keer dat ik in een programma verscheen... zonder dat ik eerst de kleine lettertjes in het contact lees, ja? Nou, kijk, maar het was natuurlijk als grapje bedoeld. Ja, je, dat we even een leuk beginnetje hebben aan de show. Leuk om even op te komen. Gewoon leuk als begin. Grapje. Leuk als grapje. En waarom hebben wij dan de hele week moeten repeteren hiervoor? Bij jou thuis en iedere dag in een andere kamer? Ja, zo moet je dat niet zien. Zo moet je dat niet zien. Ik ben veel te blij dat je er bent. Ik ben een fan, hoor. Ik ben een fan van jou. Ja. Ik ben echt een hele grote fan. Nou, ik kijk echt alle shows van Spijker. Echt waar? Alle shows. Het kan me niet schelen wanneer die is. Ik kijk ze allemaal. Vind ik top om te horen. Echt geweldig. Vind ik echt een hele, hele grote fan. Vind ik ontzettend leuk om te horen. Daarom ben ik blij dat je vanavond hier bent, joh. Bij RTL 4, want dat is voor jou toch een beetje gek gevoel. Jij als Faraman bij RTL 4, toch? Dat is toch Het valt wel mee. En bovendien, als je vrienden bent, dan moet dat kunnen. En dit geeft mij de kans om aan jou te vragen een keer in Kopspijkers te komen. Dat ik keer bij jou in het programma. Natuurlijk. Ja. Natuurlijk, wanneer? Nou, het zou mij goed uitkomen aanstaande zaterdag. Is jouw show op zaterdag? En je zei dat je al een keer keek? Ja, natuurlijk. Ja. Nou ja, ik kan moeilijk zeggen, ik heb hem nooit gezien. Tuurlijk kijk ik, natuurlijk. Ik kijk. Ja, nee, ik weet het allemaal wel. tuurlijk. Nee, ik weet het allemaal. Ik wou alleen, omdat je nou hier toch bent. Ja. Bij ons, bij RTL 4 en jij als vader. Ja. Denk nou, we willen je toch een beetje naar de zin maken. Weet je wel? Nou, dat je een beetje op je gemak voelt. Want je voelt je toch niet helemaal lekker, toch? Het is toch een beetje onwennig allemaal. Een beetje. Wat denk je wat hier onder deze doek zit? Wat denk je? Om het jou naar de zin te maken. Ik heb geen idee. Maar kijk even. Ta-ta-da-da. Et voilà. Wow! Yeah. Je eigen tafel. Je eigen tafel. Uit de show.
Dat is mijn eigen presentatietafel. Heel gedoe geweest om hier te krijgen natuurlijk. Jeetje. We hebben zo bij de VARA weggetild. Hup, hier neer. Maar wel voorzichtig, hè, want het is een unieke tafel. Ja. Er is er maar één van, hè? Is er maar één. We zijn heel voorzichtig. Mooi in de dekens gerold natuurlijk. Goed, en zo. Stoel. Dat begrijp je wel, hè? Ja, die staat er ook. Ga er even achter zitten. Hoe voelt het? Ja, nou ben ik thuis. Nou ben je thuis, hè? Ja. Nou, hier toch zo zitten. Zullen we gelijk dat spelletje even doen? Want dat vind ik altijd zo leuk. Welk spel? Dit spel. Ik heb hier de spijker. Dus ik en daar gaan we. Dat is niet aan deze tafel, jawel. Gek! Oh nee, jij moet eerst de vraag stellen. Nee, dat is met dat hakblok. Dat heb ik verderop staan. Dit is nog... Dit is de verkeerde tafel. Ja, dat heb ik er maar één van. Jammer dat ik er nooit naar kijk. Nou, geef niet. Ik sla hem er wel in. Ik doe dat nou niet, man. Ah, zie je niks meer van. Weg is die. Dat vind ik echt belachelijk, hoor. Hij zeg. Ja, dat vind ik... Wij zitten nu dus aan de talkshowtafel. Ja? Nou, moet je me toch eens uitleggen, die talkshowtafel, hè? Dat talkshowgast zijn. Dat gastheer, dat is toch niet zo moeilijk eigenlijk. Ik zit er wel eens naar te kijken, als ik verkeerd heb. Krijgen we dan nou? Nou ja, ik zie jou wel eens zitten en dan denk ik, nou ja, je zit een beetje met die gast op de babbe. Je stelt een korte vraag en je hoopt op een lang antwoord. Wie? En, jij, maar het is niet zo moeilijk om een talkshow te presenteren. Dat is toch zo? Nou ja, je zit een beetje te luisteren, net als ik thuis zit te luisteren. Dus het stelt niet veel voor. Het is gewoon korte vraag stellen, lang antwoord. Wie, ik? En, ja. Wat? Ja. Nou, je doet het nou weer. Wat? Een kort, je stelt nou weer een korte vraag. En dan verwacht je van mij dat ik lang antwoord. Ja, maar... Het is niks bijzonders, toch? Nee, je hebt helemaal niet door hoe het werkt. Je begrijpt er niks van. Ik begrijp het niet. Nee, jij denkt dat als je hier vragen stelt, dat dan de presentator is. Maar ik ben veel meer acteur dan presentator als ik dat programma doe. Ik jij? Acteer. Acteur? Ja. Ja, ja. Ik acteer. Je gaat me nou toch niet... Gaat er iets van jezelf... Jij vindt jezelf acteur? Meer acteur dan presentator. Dat zegt Ursel de Geer hier ook altijd. Ja. Maar dat nemen we niet serieus. Maar ik dacht dat jij toch iets slimmer was. Ja, ik doe vaak alsof. Echt waar? Ja. Maar hoe bedoel je dan? Hoe leg je dat nou uit? Nou, we zitten nou toch hier aan deze enigszins verwoeste tafel. Laten we het nou eens even doen. Laat ik nou eens... acteren hoe ik in mijn programma acteer. Als jij nou even afgaat, je gaat dan kom nu acteren. Ik je aan... en dan ben je gast in mijn programma. En dan spelen we even dat ik jou ga in de kopspijker. En dan laat ik even zien hoe dus je... Dus jij gaat even acteren. Dus we krijgen nu, zal maar zeggen, Mien Dobbelsteen met een gulp. Ik wacht even achter op jou aan. Ga daar nou maar staan. Oké. Okay. Het punt is dat ik weet van niks. Nee, jij weet van niks. Ik kom gewoon op. Jij komt op als ik je aankom. Natuurlijk, ja. Het punt is, als je... Kijk, je zegt het één als presentator, maar... je denkt het ander. En ken ik al dan... Nee, wacht nou toch even. En dat acteer je dus. Dus je zegt dit en je denkt dat. Dat zal u zometeen merken, dat zal hij wel niet in de gaten hebben. Maar goed, laten we het nou maar eens een keer gaan doen. Muziek. Goedenavond, welkom bij deze aflevering van mijn programma. En ik ga u een hele bijzondere gast aankondigen. Ik ben apetrots dat hij te gast wil zijn in mijn show. Het is de grootste komiek van Nederland, misschien wel van Europa. Al jaren volg ik hem en al jaren ben ik zijn grootste fan. Dit wordt echt televisiegeschiedenis. De grootste komiek van Nederland is hier, André van Duin. Jongen, moet je nou eens zien. Ja joh, buig nog een keer. Oh, wat zijn we populair. Och, wat ben ik leuk. Nou, geen kijkers meer over. Iedereen die zet nu over een andere zender, hoor. Schiet net al eens op je. Je moet naar kijken. Ik geloof echt dat hij de pauze is. Welkom. Ja. André, welkom. Hallo, Jack. Hoi. Hallo, Jack. Welkom. Hallo. Welkom. Ja. Ga zitten. Ja, we hebben het gezien. Geweldig. Ja. Zo, Jack. Nou, ik wou eerst even zeggen dat ik... wou je even hartelijk danken voor de werkelijk schitterende aankondiging die je zojuist Het kwam uit de grond van mijn hart. Ja, ja. Wat een gelul. Heeft die aankondiging zelf geschreven? Ik was ook zeer verrast, moet ik zeggen, dat je mij vroeg. Ik had niet verwacht dat je mij zou vragen om in jouw programma te komen. Hoor. Zeer verrast. Ik heb wel 30 keer gebeld of die alsjeblieft in mijn programma mocht komen. Niemand wilde hem hebben, hoor. Waar wil je over praten, Jack? André, waar gaan we het over hebben? Het maakt niet uit. Ik vind alles wat je zegt interessant. Hmm. Nou, die paar kijkers die we nu nog over hebben, die zijn of doof of in slaap gevallen. Ja,
eens kijken, waar zullen we het over hebben? Ja, kijk, ik heb natuurlijk zoveel te vertellen. Ik heb, ja, ik heb zoveel meegemaakt in mijn carrière. Dat kan je wel nagaan. Oh, hoop ik alleen niet dat hij weer dat verhaal gaat vertellen over wat hem overkwam tijdens de Amsterdamse première van de revue in 1977. Ja, misschien kan ik jou eens vertellen over wat mij overkwam op de première van de Amsterdamse revue in 1977. Interessant, interessant. Dat verhaal ken ik niet. Weer dat verhaal. Dat heb ik al 1000 keer gehoord. Ik heb het ook nog nooit aan iemand verteld. Het is echt een primeur voor jou dus, hè, dat ik het nu ga vertellen. Het is echt een primeur. Wat een primeur. Zo'n verhaal uit de middeleeuwen, ja? Even kijken, waar zal ik beginnen? Waar zal ik beginnen? Ja, begin ergens. Ik hang aan je lippen, ik zit klaar. Kom op, bij het begin. Kom. Ja. Nou, als dit geen acteer is. Alleen hiervoor verdien ik eigenlijk al een televisiering. Nou, om het goed te begrijpen, moet ik eigenlijk even vertellen waar de revue over ging. Weet je wel? Dat moet ik even vertellen. Ja. Interessant. Ja, oh, mijn god, dat hele zeikverhaal. Ik heb hier toevallig een korte inhoud bij me. Korte inhoud? Nee, hè? Ik zal het even voorlezen. Ja. Hopelijk is hij zijn leesbril vergeten. Pak even mijn leesbril. Shit. Is dat de hele revue? Ja, dit is de hele revue. Daar staat hij van begin of eind, staat hij hierin, hè? Jongen, lieve hemel. Het gaat maar door en dit en dat en bla, bla, bla. Oh. Eens even kijken. Nee, het begint aan de andere kant. Ja. Het gaat als volgt. 10 kilo uien. 20 pond gehakt. Een emmer mayonaise. 5 kratten bier. Is dat je revue? Nee. Dit is een boodschappenlijstje, zie ik nu. Boodschappenlijst? Ja, Tineke de Nooi komt morgen bij mij eten. Nou ja, dat is niet zo erg. Ik weet ook nog wel een ander hilarisch verhaal over de première van de revue in 1988. Nee, hè? Niet nog één. Even kijken. Dat was... hoe ging dat ook alweer? Dat was, nou weet ik niet meer precies hoe dat ging. Wat jammer, helaas. Helaas. Wat een geluk. Nou, er is niks aan te doen, André. Het is tijd. We moeten stoppen. Misschien wil je nog een keer terugkomen. Dat zouden de mensen ook leuk vinden. Terugkomen? Oh, ja? Graag. Ja. Nou, dan kun je lang wachten. Nou, dan bedank ik je voor je komst. Ik bedank de kijkers. Tot de volgende keer. Wacht, zijn we nu klaar al? Nou, heb ik dus geacteerd. Nee, wacht. Nee, je zou toch laten zien dat je acteerde? Ik heb niet gezien dat je acteerde, hoor. Ja, nee. Dat is nou juist. Echt waar? Ja. Dat is mij helemaal niet opgevallen dat je zat. Echt waar? Ja. Misschien hebben ze thuis in de gaten. Ik heb dit mij niet opgevallen. Nee, nou ja, dat is dus de kunst. Ja. Nou ja, in ieder geval, mijn programma zit er ook bijna op, dus we moeten sowieso stoppen natuurlijk. Ik wou je vriendelijk bedanken voor je komst. Ik vond het enig. Hier was. Ja, hartstikke leuk. Ja, ik vond het ook enig. Blij dat het afgelopen is. Ja. Ja. Jack Spijkerman, dames en heren. Yes! Oké, dames en heren. Nou, het zit er dus weer op voor deze week, de show. We gaan er weer mee stoppen. Ik hoop dat u het leuk vindt. Zo. Hé, meneer Spijkerman. Hey, heren, sorry dat ik jullie niet zag. Ah, geen probleem. We staan hier alleen maar even te wachten tot meneer Van Duin klaar is met de show. De baas. Hoe ging die? Top. Top. Die man is echt een fenomeen. Dat vind ik onvoorstelbaar. Die heeft een timing, dat gaat maar door. Dat zit allemaal in het koppie. Het lijkt wel een computer. Je drukt op een knop en het rolt eruit. Het echt... Zo. Dat was er weer een, hè? Ja. Mooi tijd klaar, nietwaar, Jack? Keurig. Dacht ik ook. Ja, zeker. Mooi. Hoe lang gaat dat al zo? Oh, geen idee. Ik werk hier pas 10 jaar. 10 jaar al? Jezus.
Goedendag. Jack, wil je hier met niemand over praten? Tot volgende week, donderdagavond, 8:30, RTL 4.